Hallo, hier Link 2155 en welkom terug in een nieuwe tutorial, oftewel in een mod tutorial van Farming Simulator 22. En waar gaan wij het vandaag over hebben? Wij gaan het namelijk over hebben over precisiefarming. Voor degenen die er niet helemaal mee bekend zijn, precisiefarming is een gratis DLC die FS22 uitgebracht heeft. En die kunnen we dus allemaal lekker gaan gebruiken, zowel voor multiplayer als singleplayer. Precisiefarming, wat houdt dat nou eigenlijk precies in? Het heeft eigenlijk te maken met het betere verwerken van je gewassen, je grond en alles wat eigenlijk verbeterd kan worden. Kortom, het is eigenlijk ook voor je portemonnee in de game is het eigenlijk ook verhouding natuurlijk een stuk beter. Want je gaat wat in principe minder verbruiken en je gaat je gewassen en alles veel beter maken uiteraard. Nou, hoe ga je dat doen? Ik ga het proberen zo goed mogelijk voor je uit te leggen. Mocht er nog wat wezen dat het niet klopt, laat het even in de beschrijving onderin bij mijn video eventjes weten. Als ik nog iets gemist heb of... ja, of iets niet helemaal duidelijk uitgelegd heb of verkeerd heb uitgelegd. Dus ook aan jullie natuurlijk om mij ook weer een stukje beter te helpen met precisiefarming. Goed, precisiefarming. Hoe gaan we die activeren? Nou, eigenlijk is dat niet zo moeilijk voor me. Want eigenlijk zit daar een heel klein trucje achter. Maar ja, je hebt er natuurlijk materiaal voor nodig. Nou. Daarvoor gaan wij dus gewoon eventjes naar de winkel toe. Alweer? Ja, alweer. Nou, we gaan dus even naar de winkel toe en we gaan daardoor even een simpel trekkertje eruit zoeken. Ik pak gewoon even de middelgrote trekker, altijd eventjes handig. Nou, de materiëlen zijn eigenlijk groot gedeeld alleen eigenlijk bedoeld voor trekkers. En uiteraard voor je gewasbescherming. Daar gaat het eigenlijk dus om. Alles wat daar buiten omheen zit, dat heeft het niet nodig en kun je het ook niet gebruiken. Nou, wij gaan dus even een middelgrote trekker uitzoeken. We pakken gewoon even de Messi Ferguson. En zoals je kunt zien, dan... als je deze trekker gewoon opkoopt, dan gaat er niks gebeuren en niks veranderen voor je hele systeem. Nou... Eigenlijk is die ook heel makkelijk te vinden, want eigenlijk deze mod heeft zijn naam al en dat wat je dus erop gaat zetten is de Isaria Pro Compact. Als je die niet, op je gewasmachine zet, dan doet hij dus namelijk helemaal niks. En dat zou natuurlijk heel zonde zijn. Nou, ga je deze activeren, dan zie je meteen ook eigenlijk direct al bovenop je trekker. Komt dus van die sensoren te zitten die jou eigenlijk jouw gewas en alles gaat zoeken. En hij scant jouw hele veld, eigenlijk om maar beter zo te zeggen. Nou, onderin wordt meteen ook een beetje uitgelegd in het Nederlands of in een andere taal waar jij mijn principe hebt op staan dan... Dan wordt het ook al een beetje beschreven dat de Isaria Pro Compact detecteert de echte stikstofvraag van je gewassen wanneer je met deze sensor over je veld rijdt. Je krijgt hier meer nauwkeurige informatie over de hoeveelheid stikstof die je nodig is. Met deze info is de bemessing nauwkeuriger en heeft dit een grotere opbrengst tot gevolg. In vergelijking met de Isaria Pro Active kun je deze sensor alleen overdag gebruiken. Kortom, s'nachts heb je er geen ruk aan. Nou, de prijs die zie je hier ook lekker staan, dat is meteen voor €14.950. Dus het kost je ook wat geld. Maar we gaan deze dus niet doen, want ik heb al twee trekkers die ik daarmee geactiveerd heb. Het heeft me mogen duren, in het begin deed hij het niet, nou wel. Dus het kost je wel uiteraard gewoon geld. Heel lullig, het is zij zo. Nou, ook voor de gewasbescherming geldt eigenlijk hetzelfde verhaal. Wij pakken even de berthout. Ook daar geldt het hele verhaal. De Isaria Pro Compact kun je hier dus ook op neerzetten. Nou, ook hier zie je de sensortjes. Uiteraard bovenop je trekker door bovenop deze voertuig komen. En dan kun je je gewassen namelijk mee doen. De nadeel is, en daar kom ik zo eventjes op terug. Ik zou het nog even laten zien. Voor mij kan dat ook op de drijfmesttank. Ja, ook daar past hij ook gewoon op. Want uiteraard is dat ook voor je gewasbescherming. Ook daar kun je hem natuurlijk op knikkeren. Heel leuk, hartstikke grappig en je hebt er ook wat aan. Ik ben er al een poosje mee bezig, ik ben het even aan het uitvogelen geweest. De grootste dingen heb ik weer te uitvogelen en het is hartstikke leuk werken. Het geeft ook nog wel een beetje sfeer in je game. Goed,
Buiten dat om, grasmaaiers. Nou, laat maar zitten. Daar zit hij niet bij. Dat kun je al direct al zien. Zoals ik dus al zei, het is alleen met je gewas en wat alles met je grond te maken heeft. Dus daar is die alleen voor bedoeld. Dus grasmaaiers, wielladers, wielverrijkers, bosbouw, druiventechnologie, olijven, katoen, suikerriet, suikerbiet, aardappels en noem maar wat. Vrachtwagens, oogstmachines, valthakselaars. Hebben het niet nodig, kun je ook niet op neerzetten en alle andere. Dus kortom. Drijftankwagens, gewasbeschermings en trekkers, daar kun je het op knikkeren. En dan heb je hartstikke leuk speelgoed. Goed, nou denk je van ja, oké, hartstikke leuk. Maar hoe werkt het dan? Nou, wij duiken even de trekker in. We gaan hem even starten. Ik zie bij de, je ziet ook nog direct niks over hier bij deze machine. Nee, kan kloppen, want... Hij ziet hem nou momenteel niet, omdat ik eigenlijk een cultivator achter deze trekker heb zitten. Oh, weet hij dan niet? Nee, dat weet hij niet. Dus we gaan eventjes terug naar mijn boerderij. Als het goed is, staat er nog een trekker klaar. Even kijken, waar staat het kleine waar staat die boosdoende? Ik heb hem ergens neergedrukt. Ik heb geen flauw idee meer waar. Oh ja. De vent Vario. Zoals je dus kunt zien, de Venvario, nou ook in de Venvario stap, zie je meteen precies eigenlijk bovenin dat daar precies die landbouwmachine achtergesloten zit. Dus hij rijdt meteen aan de stikstof aanbrengen van mineralen en mineraalmest. Nou zou je denken van ja, oké, hartstikke leuk, maar wat kun je ermee dan? Nou, dat zou ik je even laten zien. Ik zou even deze onderin mijn grond weghalen. Dus kun je dus meteen zien wat dus de bedoeling ervan is van stikstof aanbrengen mineraalmest. Je kunt het dus handmatig doen, maar je kunt het ook automatisch laten doen. Nou, in de beschrijving van jouw lijst links, dan kun je dus eigenlijk al de nodige informatie overhalen van hoe dat eigenlijk in zijn werking gaat. En denk je van, hé, is niet veel te lastig, doe me niet aan. Prima, dan ga je gewoon even lekker naar je besturing toe. Hopelijk doet mijn besturing het vandaag wel, want regelmatig knikkert hij mij al mijn modsbesturing eruit. Geen idee waar dat aan ligt. Zoals je dus weet, alle mods die je geactiveerd hebt, dus die komen dus ook automatisch dus natuurlijk ook hier weer in terug te vinden. Ik moet even de precisievorming terugvinden. Ergens staat hij er wel. Ik weet dat hij er is, want ik heb het laatst nog gezien. Park Vehicle Power Tool. Oh, hier. Precision Farming DLC. Hier kun je dus ook al jouw informatie over hoe je de precision farming kunt gaan gebruiken. Nou, wij zijn, wat ik er dus nu achter heb zitten, dat is dus een mestwagentje. Die we erachter hebben zitten. Ik zou het even laten zien. Kijk, mestwagen. Dus dan ziet hij ook meteen jouw precision farming. Dan denk je van, ja, hartstikke leuk. Maar laat eens wat zien. Nou, dat gaan we dus eventjes proberen te doen. Eens even kijken, want we hebben dus een eigen veldje nodig om dit te kunnen doen. Dat is eigenlijk dus het hele verhaaltje. Nou, we hebben nog momenteel niet een veld die wij dus kunnen gaan bemesten. Maar we kunnen wel even een kleine voorbeeld nemen. Dus we gaan even naar veld 11 toe. Hartstikke gezellig. Leuk. Ik zal mijn trekker eens even gaan draaien, want ik zie dat ik de kast de verkeerde kant op rijd. Hoppakee. Pas wel, net zo makkelijk. Oh, ik kan mijn eigen veld wel even gebruiken, wacht even. Nee, nog dichterbij natuurlijk, we gaan naar veld 4 en 5. Hartstikke idee. Voordat we erop rijden, stappen wij even nog een keer uit. Hartstikke leuk natuurlijk. En zoals je dus onderin kunt zien... Ik zou hem bij mijn trekker aan weggaan, want dan zijn we die geknetterende trekker aan de huisjes. Zoals je dus kunt zien, mijn precisielandbouw geeft dus eigenlijk al aan van, hey, hier is wat gebeurd. Wij hebben de monsters, alles hebben we genomen, kom ik zo even terug. En dan krijg je dus alle informatie over eigenlijk over jouw veld. Nou, je ziet dat mijn pH-waarde en de stikstof eigenlijk best goed zijn. In ieder geval in dit stuk. Geldt niet voor het hele veld namelijk. Want op sommige stukken van het veld is hij gewoon eigenlijk zwaar nutteloos. Dit is trouwens een heel mooi perfect veldje om dat te laten zien. Ik heb hem eigenlijk al de eerste instantie heb ik al een keer bemest. Je ziet hier ook goed en perfect. En als we verder gaan, hier vindt hij dus niks. Geen gegevens gevonden, zegt hij dan.
Niet? Nee. Want dit stuk heb ik dus geen controle op gedaan. Precies op dit stukje. Dus wij kunnen dus eigenlijk... Dus hij heeft geen gegevens compleet van het veld. Nou is het natuurlijk zo. Van ja, maar hoe krijg je dan mijn gegevens van het veld? Nou, we gaan dus eventjes het menu in. Want als je bij de eerste keer al goed opgelet hebt, toen ik even naar het veldje ging zoeken, zie jij namelijk een nieuwe logo onder het wereldbolletje. Zie jij namelijk een nieuwe logo. En dat heeft dus te maken met Precision Farming. Precision Farming, oké, prima. Je hebt ook dus dan natuurlijk een nieuw menuutje van informatie over de grond die jij dus zoekt. Dit is momenteel over alle velden die hebben ze dus eigenlijk beschikt. De omgevingsscore, nou de omgevingsscore zit op het gemiddelde. Hoe je dat omhoog krijgt, kom ik later nog op terug. Nou, je ziet bij mij dus eigenlijk al... Oh, moet ik met de muis doen, lieverd. Zo, zoals je dus kunt zien, heb ik dus hier al links en rechts heb ik een stukje informatie over gedaan over het veld. Nou, je kunt het A, je kunt het zelf doen. B, je kunt het later doen. Nou, we gaan eerst even natuurlijk A doen, want we hebben hier nog wel even een stukje grond die dus gedaan moet worden. Want die, daar willen wij dus informatie over hebben. Want wat zit er in dit hoekje qua veld? Wat we ook nog even kunnen doen, dat is natuurlijk eigenlijk eens even een stukje mooi, want op zich heb ik er geld wel voor. We gaan even een stukje land opkopen. Dat gaan we gewoon doen, maakt niet uit. We zijn niet rijk, maar we winnen het uiteindelijk wel een keertje weer terug. Wereldbol moeten we eens hebben, zeggen we toch? Ja, dat moeten we hebben. Nou, gaan we een groot veldje doen. Oh, valt nog wel eigenlijk best mee, want die velden die zijn hier nog best wel duur in deze map. Dus we moeten even een redelijk veldje hebben die wij zeggen van, dan kunnen we deze gebruiken. Ja, dat kan wel. Even kijken. Deze kost 542.000 euro. Deze kost 4.292 euro. Dan eens even kijken. Want we gaan even heel terug even de kaart overzicht doen. Want bij veld 12, daar zit namelijk nog mais op. Zie ik. En veld 1, is, er zit nog momenteel helemaal niets op. Nou, dan gaan we gewoon lekker van veld 12 verkopen. Gewoon lekker duur op. Hoppakee, dankjewel. Willen we deze kopen? Ik kan het altijd nog weer verkopen. Dus dat scheelt ook alweer weer. Dan hebben wij even veld 12 hebben wij dus opgekocht. Gewoon even leuk. Gewoon om uit te proberen. Doen we gewoon. Hoppakee. Dus dan blijf die trekken. Blijf even mooi. Nee, die heb ik dus even nodig. Dus we gaan even deze gaan we even afkoppelen. Zo, wij duiken even in jou. Hoppakee, gaan we even naar die andere trekker toe. Want die heeft er nog even iets aan hangen wat ik graag hebben wil. Sta je nou te draaien of is dat nog gekkigheid? Nou, dat is gekkigheid. Oh, ik moet nog hem laten zakken. Ik moet hem sowieso wel even staan. Hoppakee. Sowieso wel even naar zijn silo. Al beter even eerst de voorbereiding kunnen doen. In plaats dat we alles tussendoor doen. Zo. Handen natuurlijk, hartstikke idee. Wij gaan even naar veld 12 toe. Even kijken, waar... oh daar is de ervaringsimmel. Oh ja, ik heb de auto's weer aan staan. Goeiedag. Zo. Dan gaan we jou weer heel even uitzetten. Nou, zoals je dus ziet, ik heb nou dus eigenlijk een nieuw apparaatje erachter zitten. En dat apparaatje dat heeft puur te maken dat wij dus een scan van de grond gaan maken. Ik ga eerst even laten zien hoe je het zelf doet. Daarna laat ik even zien met ditzelfde veldje hoe je het dus kunt laten doen.
En wat je dus eigenlijk nog meer aan leuk speelgoed hebt, dat laten we dan ook zo zien. Nou, de bedoeling is dus nou eigenlijk, dan gaan we hier dus even heen, want wij hebben namelijk geen scan van veld 12. Niet? Nee, die hebben we nog niet. Er is wel een klein beetje gedaan daar zo, dus ik weet ongeveer wat daar zit. Maar je ziet, dit veld is eigenlijk dus nog niet gedaan. Nou, hoe gaan we dat doen? Nou, dan laat ik je dus eventjes heel simpel zien. Dan gaan we de trekker weer even starten. Voordat we erin gaan, want in principe doet hij nou dus niks. Je ziet ook niks linksbovenin. Maar als we hem even uit gaan vouwen, even kijken, deze moet ik hebben. Komt een leuk antennetje erboven. En dan kun je hem dus zodanig gebruiken. En je ziet meteen links onder het beeld. Om er nog even eentje voor te doen. Links onder het beeld, op je mapje, daar zie je dus eigenlijk nog niks bijzonders. Hè? Want we zijn er ook nergens mee bezig. Nou, wat gaan we dus doen? We gaan hem dus nu activeren. Kom. Dan zie je meteen dat ook links op jouw kaart meteen aangegeven wordt dat je dus bodemsorteren gaat doen. Bodemsoorten. En je ziet meteen om jouw poppetje of om jouw indicator waar jij er staat, zie je meteen ook een rondje om je heen gaan. Dus dat betekent dus dat nu alles geactiveerd is. Goed, duiken we even het veld op. Gewoon omdat dat kan. Wel even met mijn goede bandjes natuurlijk, want dan ben ik mijn noise wel kwijt. Maar niet uit. Nou, wat gaan we dus nou doen? We laten dus dit apparaat laten we dus nu gewoon zakken. Hij is gezakt. Nou, zoals we kunnen. Nou, afhankelijk van waar jij je besturing over staat. Want ik heb hem natuurlijk op een sidepanel zitten. Maar je kunt natuurlijk ook op gewoon op, wat was het? B drukken. Kun jij dus in principe je bodem nemen. Nou, wij gebruiken gewoon de Sitec panel. Hoppakee. En je ziet meteen dat de rondere indicator gaat dus bij jou bewegen. Hij geeft meteen aan van hé, dit stukje heb jij dus gedaan. Dus dit kleurtje, als wij dus even naar achteren rijden. Als we dus even op jouw indicator, op jouw map, zie je dus meteen ook dat hij dus de kleur verandert. Dus het wordt een donker kleurtje. En dan kun je ook weer terug op je gewone map zien dat hij dus een donkere kleur heeft gekregen. Dus dat betekent dat je in dat stuk heb jij dus een monster genomen. Als je nou de kaart aanklikt, dan geeft hij dus eigenlijk al aan van wat er dus allemaal nog moet gebeuren. De bodemmonster, we hebben er dus één genomen, maar we moeten namelijk nog veel meer monsters nemen eigenlijk van het hele veldje. Nou, dat laten we wel doen, want in principe, je ziet er meteen ook dat het aantal hoeveelheid euro's hier al neergedrukt is. Dan kun je dus ook zien, we moeten dus voor 109 euro één stukje grond moeten wij dus, kunnen wij dus laten scannen. Kom ik zo meteen nog even op terug, we gaan er even, even een paar keer doen. Gewoon omdat het leuk is. Ik heb geen flauw idee waarom jij nou de vel weer niet over had. Ja, laten we voor deze stuk grond. Ja. Hoppakee, even de kontje omhoog. Hoppakee, weer even laten zakken. Want we gaan natuurlijk nog even een keer een monstertje nemen. Je kunt het zo vaak doen wat je wilt. Je hoeft niet eerst een monster te nemen, daarna weg te doen. Nee, dat is allemaal niet nodig. Je kunt het gewoon zo vaak doen totdat jij zegt van ik heb nou de hele bodem gehad, klaar. Er zitten wel drie bakjes op, maar daar moet je niet op aandrijven. Nou, zo kun je dus de hele tijd door blijven gaan totdat jij je hele rondje van je veld gedaan hebt en de binnenkant van het veld natuurlijk. En dan zeg jij natuurlijk van ja, ik wil nou even mijn bodemanalyse. Dan gaan we nou even een bodemanalyse doen. Je hoeft nergens voor heen te rijden, absoluut niet. Je kunt er gewoon vanuit je trekken, één keer druk op de knop en je bent klaar. Gewoon enter, maakt mij het uit. Je bodemanalyses worden dus nu eigenlijk verzonden. Het kan heel even duren, ik denk een minuut of twee ongeveer, geschat van de game. En dan kom je op bodemanalyse uit en dan zul je zo zien, dan verandert dat. Hartstikke eenvoudig eigenlijk. Dit gaat zo meteen zo veranderen, want we hebben net de bodemmonsters weggestuurd. We hebben er drie. Nou, je ziet meteen
daar komt de bodemanalyse aanzetten, die jij dus net gedaan hebt. Dus wij zien dus dat het leemmatig zand erin zit en een stukje zandarmachtig leem. Kan er wel op ingaan, maar ik heb geen flauw idee wat dat betekent. Maar we hebben alleen zilterklei en bodemons genomen. Nou ja, dat hadden we net al laten zien natuurlijk, dat er bodemons genomen was. Nou, ook geldt dat hiervoor, nou, hier zie je ook wel, hier staat ook nog een beetje lichtelijk een paar streepjes van de aantal informaties over het veld, enzovoort, 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 van hoe goed en de kwaliteit van je veld is. Nou, dan gaan we nou eventjes nog even wat anders doen, want wij kunnen natuurlijk ook de bodemmonsters laten nemen. Totaalwaarde tonen, nou, dan kun je dus ook nog zien, bodemmonsters 9e keer hebben we deze gedaan, deze moet nog dus eigenlijk helemaal gedaan worden. Informatie grond aankoop, nou, dat kun je ook nog doen, veld 12 aantal monsters. Je zult hier dus 91 keer nog monsters moeten nemen. Dus dan ben je nog wel eventjes een poosje zoet. En de kosten van de service provider van 6.800. In totaal ben je dus 15.925 euro kwijt. Kun je het iets goedkoper aanhouden dat je het gewoon lekker zelf doet. En dan ben je wel eventjes bezig. Maar dan heb je ook een beetje lol. Nou, we gaan dus, ik heb het eigenlijk nog nooit gedaan, we gooien er gewoon een keer een lekker 16.000 euro tegenaan, alsjeblieft. En je bodemmonster is in één keer klaar. Dus je hebt in één keer meteen je overzicht van jouw hele veld. Kun je hier ook trouwens doen, gewoon heb ik, we moeten nog een paar keer. Waarde tonen, nou, wij gaan gewoon even informatie. Nou, hij moet nog 25 keer, dus 4.000 er nog een keer bij. Als ik idee, ik heb het hele informatiepakketje van mij, beide veldjes zijn dus nu compleet. Dus zo kun je dus alles in één keer doen. Nou, deze hebben we dus al zelf gedaan. Dat was die even leem. Dus die is in principe wel redelijk. En alles is eigenlijk best wel redelijk. Ik moet wel zeggen, deze is trouwens een van mijn betere velden, zie ik. Goed. Nou we dit dus gedaan hebben, kunnen we dus nog even weer terug naar de winkel. Ik ga jou heel even uitzetten. Zo, hoppakee. Nou, maar nou zeg je van natuurlijk uiteraard van ja, maar leuk, ik wil het lekker zelf doen. Maar waar kan ik die speeltjes vinden? Nou, eigenlijk is het niet zo heel moeilijk. De eerste speeltjes die je dus kunt vinden, dat is namelijk uiteraard bij de diverse. Want je bent er niet echt nodig, je kunt het ook later doen natuurlijk. Hè? Bij de diverse, je scrolt helemaal naar achteren toe en dan heb je hier, er staat er ook wel netjes onder beschreven, Precision Farming DLC mod. Nou, dit is dus wat wij nu achter op de wagen hebben zitten. En hier hebben we nog een leuk speeltje voor je gewassen. Zeg maar voor je eventueel als je met je trekker dus bemesten of weet ik veel wat jij dus gaat doen. Dus dan kun je deze gebruiken om eventueel je onkruid en alle gekkigheid kun je dus daarvoor scannen. En dan gaat jouw machine wat beter aan de slag. En dat hij niet al te veel verbruikt. Nou, je kunt het ook nog een beetje aanpassen met een gewichtje erbij aan. Waardoor het dus eigenlijk ook wel ietsjes handiger is natuurlijk. Of je houdt er gewoon lekker standaard. Geheel aan jezelf natuurlijk uiteraard. Nou, deze is gewoon eigenlijk heel simpel standaard. Gewoon een standaard dingetje. Deze hoef je alleen maar op te kopen. Kost je niet meer dan 17.000 euro vergeleken de Pro Active. Die vanaf 23.900 euro beschikbaar is. En voor de rest kun je er van alles mee doen. Maar dat is nog niet alles. Want hij heeft namelijk nog twee leuke speeltjes. Als we dus even hierheen gaan, dan hebben wij meteen het hele pakketje van de Precision Farming DLC. Kun je dus zien. Hier hebben wij de Garant Kota, de PTA 30.000. Dat is ook een stukje van de DLC. Dat gaat dus over je vloeibare mest. Die je daar dus kunt voor gebruiken. 30.000 liter tankje zit erachter, dus je kunt er best wel een heel mooi eentje mee voortkomen. Helaas kan ik het je niet laten zien, want ik heb namelijk nog niet voldoende mes. Ja, ik kan erin cheaten, maar is eigenlijk heeft eigenlijk in principe weinig nut van u. Nou, we hebben hier ook nog een ander apparaatje, dat is de R732i Powerspray van de Precision Farming. Deze is op zich wel een vrij nuttig dingetje om eigenlijk in je Precision Farming te gebruiken. Je bent hem niet te verplicht te gebruiken, maar op zich is deze wel een van de betere die je dus voor Precision Farming kan gebruiken.
Zie en spray, ja. Kijk, deze kan meteen ook met zijn sensortjes erop zetten. Heb je meteen met sensors voor 39.000 euro. En dan ben je voor 91.500 euro ben je dus klaar. En dan kun je dus sproeien op onkruidplekken. Nou, hartstikke leuk ding. En ik weet trouwens eigenlijk helemaal niet. Daar gaan we nou even direct meteen naar kijken. Want we hebben natuurlijk meerdere van deze speeltjes. Ik weet niet of het hier op de sproeier ook zit. Eens even kijken. Nee, deze heeft dus dan weer niet. Nee, op deze machines heeft hij dus eigenlijk niet. Dus wil je degelijk met dat ding gaan spelen, dan zeg ik inderdaad, gebruik deze voor de precision farming. En dan weet je zeker dat je die sensors erop kunt zetten. En dan verspreidt hij voor jou veel beter de materialen. Want je ziet ook, C en spray staat er dus bij. Bij de andere dus niet. Wist ik even niet, bij deze weet ik het nu zelf ook. Dus die kun je dus ook gebruiken. Dan gaan we even naar die drijfmesttank. Want daar heb ik eigenlijk ook nog niet even helemaal goed naar gekeken. Want dat is ook wel weer bij aanhangers moeten wezen. Goeiedag even, waar ben ik? Want ja, zelf gebruik ik het eigenlijk niet zo heel veel. Dus ik moet even weer zoeken waar, waar die boosdoende weer staat. Kunstmestrooiers. Nee, dat zijn de gewone kunstmestrooiers. Prooiers, mestverspreiders. God, staat gewoon met dikke letters onderin geschreven. Maar ik zie jou hier niet tussen staan. Donder. We zijn dus onder. Oh, hier, drijfmestting verspreid. Wow. Even kijken. Juist zo. Dit is de standaardversie, zie ik. Of is dit mes voor een John Deere? Waar zit hier dan het verschil? Oh ja, hier kun je dus de messensors opzetten. Nou zie ik alleen even niet waar die dondersteentjes zitten. Oh hier, daar komt toch een grote dikke witte, dikke gele blokboom opzetten. Dus dan kun je dus hier ook nog mee aan de slag. En dan kun je dus eigenlijk nog veel beter je mes verspreiden. Waardoor je dus eigenlijk niet veel aan verspillen bent. Ik weet niet, past hier ook op die andere? Ja, die passen daar ook neer. Ja, die passen. Dus op de mes verspreiders past die dus gewoon ook standaard op. En dan kun jij hartstikke leuk jouw mes, drijfmes goed in de grond bouwen. Zo werkt het eigenlijk dus om je hele speeltjes leuk en interessant aan het werk te krijgen. Uiteraard, waar we net hierin zaten, dus de bodemsoorten geeft hij dus eigenlijk in principe heel mooi aan. En ook gaan we hier eventjes natuurlijk op verder. Je pH wordt hier ook duidelijk aangegeven, nou je grond dus helemaal bewerkt is. Dus je bent eigenlijk al helemaal van op de hoogte van hoe dit dus werkt. De messenspreider, de gewone normale verspreider, die, nou ja, dan moet je even een beetje aan matig of op automaat zetten. Dan gaat hij vanzelf eigenlijk een beetje aan de slag. Maar veel verschil zul je er niet echt in merken. Maar sowieso wel, namelijk op die andere speeltjes. De stikstofwaarde. Hoe lager, hoe slechter. Dat is gewoon één ding duidelijk. De stikstofwaarde hier in deze grond is gewoon heel erg goed. Bij deze is het gewoon heel erg slecht. En je kunt bij mij op veld 5 zien, daar is die nog behoorlijk. Hoe verwerk je dat? Ga ik je zo meteen uitleggen. De opbrengst van je veld. Nou, dat wordt niet heel erg duidelijk aangegeven. Dat zou wel iets meer te maken hebben met... ja, zing het eens even. Met zaaien. Dus dat zou dus hier wel wat beter op aangegeven worden. Moet je eventjes uitvogelen, maar anders, want ik heb namelijk nog even direct niks om te zaaien. Ja, veld 11. De zaaiverhouding, dat heeft inderdaad wel met zaaien te maken. Baatje Batsbak is hier al geweest, dus dit is een heel mooi voorbeeldje waarvan je kunt zien van wat voor laag je dus gaat doen. Dat is gewoon standaard. Je kunt het hoog en laag zetten. Ik zal je zo meteen eventjes laten zien waar je dus waar dat verschil in zit. Want dit heeft echt met zaaiverhoudingen te maken. De bodemsoorten net al laten zien, dus dan zijn we hier in principe eigenlijk klaar. Maar de verkoop, ja, nou ja. Ik heb informatiegrond. Ja, nou ja. Hoe dit dan precies werkt, weet ik ook niet. Ben ik ook eigenlijk nog niet helemaal over uit. Daar komen wij zeker nog een keer even op terug. Goed, nou we deze dus gedaan hebben. Die laten we eventjes hier even staan. Dan ga ik later wel weer eventjes weghalen. We pakken even de andere trekker erbij. Nee, maar ik heb jou wel nodig. Haha.
We gaan deze weer even uiteraard inklappen. Omhoog met jou, uppakee, inklappen, wijpje. Hupsie. Dan is, ik heb mezelf vastgereden. Haha. Toch wel super strain. Altijd fijn. Zet trekken, hop. Kom dan maar mee. Zulke sterke vrouw hebben we nog nooit gehad natuurlijk. Hop, pakken. Ja, je moet naar beneden. Graf jas. Dan hebben we deze vooruit, want anders heb ik daar weer last van. Hop. Maar daar komt er ook een mee binnen en zet met zijn trekker. Ja. Oh ja, ik heb best eens, ik heb hem er nog voor zitten. Zo, nou we dus alles aangekoppeld hebben. Dan zie je meteen eigenlijk ook dat we eigenlijk linksbovenin alweer een hele andere logo hebben zitten. Nou, dat is de variabele zuiverhouding niet beschikbaar voor Tritical. Nou, we gaan hem even opengooien. Wat zie je daar? Deze gaan we even weghalen, natuurlijk uiteraard zo. Nou, we even wat meer. Je moet eerst een beetje vullen. Nou ja, hij is eigenlijk bijna zo goed als leeg. Nou, we hebben dus alle informatie. Je ziet dat sommige dingetjes nog al iets iets veranderd is. En voornamelijk boven de zuiverhouding laten zakken. Dan zie je namelijk daarboven een U staan met de automatische zuiverhouding deactiveren. We kunnen hem ook activeren. En dan krijg je linker shift J en N. Nou, beat me, ik ben er wel mee bezig geweest. Ik heb daar weinig van meegekregen. Want, zoals je ziet, variabele zuiverhouding is niet beschikbaar voor Tritical. Dus hij is niet voor alle gewassen is hij dus beschikbaar. Over hier is nog niet, maar. Even kijken, godsnaam verloren. Ik kom altijd in de war met die dingen. Kom. Gewasje, even kijken hoor. Prijs, gods. Oh ja, dus Tower. Nou, voor Tower kunnen we dat wel gebruiken. En je ziet meteen onder de variabele zaaiverhouding. Je kunt natuurlijk voor 300 zaden doen. Maar je kunt het ook. Daar is die JNM voor. Je kunt het namelijk ook verlagen en verhogen. De linker shift JNN die geeft dus aan je variabele zuiverhouding naar 420 zaden per vierkante meter. Je kunt het ook nog weer laten zakken. Dat je het dus voor minder doet. Dus
hoeveel zaadjes jij zelf acht nodig te vinden om in deze grond te stouwen. En wat voor grond jij ook dus maar eigenlijk wilt doen. En dan komen wij natuurlijk uiteraard hier weer eventjes op terug. Zaaiverhouding is hoog, standaard en laag. Nou, ik ga natuurlijk daar ook nog wel een keer mee klooien. Het is echt degelijk van wat wil jij zelf? Wil jij lage verhouding, standaard? Of zeg jij van, nou, ik wil een beetje goed winst maken. Hartstikke idee, wie propt me gewoon de hele meuk gewoon lekker helemaal vol in de grond natuurlijk. En voor de rest zie maar wat je met het hele grondje doet. Nou, dat is geheel aan jou natuurlijk. En dan zal de verkoopprijs natuurlijk waarschijnlijk ook wel boven water komen. Dus tot zover is dit dus dan alles wat jouw precision farming momenteel eigenlijk in zo goed als waarde te bieden heeft. Dat is het zover voornamelijk van wat ik dus aan precision farming en voor jullie heb kunnen ontdekken en wat je dus ermee kan doen. Zoek je nog verder hulp, die staat hier daar kun je hier wel ergens heen. Ik heb geen flauw idee waar hier de precision farming verhaal voor jullie staat. Ik heb daar dus helemaal geen flauw idee over. Want ik heb het namelijk eigenlijk hier helemaal nog niet tussen kunnen vinden. Er staat wel een mooi lijstje bij, maar ik heb het daar nog niet in kunnen vinden. Laat ik me gewoon zo aanhouden. Dus kortom gezegd. Ik vergeet namelijk nog één dingetje. Dat is wat ik eigenlijk wel vergeet. We donderen gewoon even de trekker uit. Zo, hoppakee. Poppetje weer in beeld. Hartstikke idee. Wat ik nog eigenlijk ben vergeten te vertellen. Heel belangrijk eigenlijk. Het gaat ook nog qua punten. Punten, zeg je? Ja, tuurlijk gaat het om punten. Elke veld, zoals je... even kijken, hoe gaan we dat even... totaalwaarde tonen. De punten, hoe werkt dat eigenlijk? Nou, eigenlijk is het niet heel moeilijk. Als ik het tenminste weer verzoenlijk voor de dak kan krijgen natuurlijk, uiteraard. Dat is ook weer altijd weer zo'n puntje. Ja, de grondbewerking, daar ga ik het trouwens nog even helemaal niet over gehad. Die grondbewerking, dat gaat te zijner tijd gaat dat wel verbeteren, zo vaak jij daarmee bezig bent. De grondbewerking staat natuurlijk bij ons eigenlijk een beetje op gemiddeld, dus in principe niet goed, maar ook niet slecht. Die machines die ik je dus net laat zien, die voor precision farming en voornamelijk dat groene messen, dat je die onkruid kunt verwerken, verzorgen dus eigenlijk jouw punten. Je kunt van 10 tot en met 30 kun je dus helemaal mee aan de slag gaan en dan kun je 100 punten behalen. En dan kom je namelijk eigenlijk weer op dat verhaaltje van het lijstje die dus, terug. Hoe liet ik dat nou net zien? Watertonen, nee. Kaart meedraaien. Je flauw idee. Klik eens even wat aan. Ik ben het even kwijt hoe ik dat deed. Informatie grondaankoop, nee. Want net, voor mij moet je hier... Ja. Zoals je dus net allemaal zag, je kunt dus onderin, zie jij dus eigenlijk die balkjes zitten. Nou, die balkjes die geef jij dus eigenlijk aan van, daar heeft hij de aandacht nog nodig aan, enzovoort. Ik heb een paar keer op proberen te klikken, maar ik krijg daar verder geen informatie over. Maar hier kun je wel zien van hoeveel procent stikstof. Dus er zijn allemaal puntjes. Dus als jij zegt van, ik wil stikstof verhogen, dat gaat allemaal te zijn een tijd en cultiveren. Kun je dus al zien dat dus op 5 staat. Dus je kunt het bij cultiveren, kun je dus eigenlijk de grond nog hoger zetten. Om maar zo te zeggen. Hoe vaker je cultiveert, je grond cultiveert, des te beter het misschien dus gaat worden. Grondmonsters nemen, 10. Dus je bent daar continu ben je eigenlijk dus veel mee bezig. En dan kun je dus op een gegeven moment je waarde van alles wat jij dus op je veld doet, kun je dus gaan verhogen. Dat is eigenlijk ook wat precision farming voor wil doen. Ik heb geen lijstje of wat dan ook om jullie te laten zien van nou zo kun je dat het beste doen of wat dan ook. Nee, dat is zelf ook dat moet ik dan nog even uitzoeken. Maar dat is eigenlijk het puntensysteem waar het om draait.
Wat gebruik je? Hoe ga je ermee om? En zeg je van, ik ga gewoon mijn grond doen, klaar, hupsakee, prima. Is het natuurlijk heel aan jou. Wil je er echt, ga je er echt moeite voor doen? Ja, dan is, gaat het natuurlijk, gaat het om, gaat je hele spelletje mooi omhoog. En dan ga je gewoon een hele grote superboer worden. In ieder geval een farming superboer. Dat is het eigenlijk zoals het werkt en dan komen we inderdaad gewoon weer terug op de machines uit natuurlijk. Zoals wat ik al zei, van wil je drijfmeerstank gaan gebruiken? Ja, dan kan dat natuurlijk, dan gebruik je gewoon lekker je drijfmeerstank. Gooi de Master John Deere erop, huppakee. En de beschrijving staat er ook wel bij en hoeveel stikstof over het hele veld. Dezelfde hoeveelheid stikstof en enzovoort enzovoort. Geeft hij gewoon allemaal netjes voor je aan. Daarom is deze ook dus heel erg belangrijk. Waar sta je ook weer? Volgens mij stond je bij de andere sproeiers, verspreiders enzovoort enzovoort enzovoort. Daarom is eigenlijk deze dan eigenlijk wel heel belangrijk. Want die andere machines kunnen we dus niet bouwen. Alleen de bij de John Deere R-Server 32i. Daar staat het natuurlijk wel beschreven hoe jij dus dat grond om die sensoren erop te krijgen. En ook daarvoor is het ook alleen maar beter. Om je onkruid mee weg te halen. Doe je het met een gewone machinetje. Even kijken, waar was het ook alweer? Dat was die... niet de bals. Dat zijn de planters en ploegers. Cultivators. In ieder geval, er is nog een machine. Ik ben hem even kwijt hoor. De harken. Je kunt natuurlijk ook... oh nee, dat zijn de harken niet. Goeiedag van mij. In ieder geval, je hebt die andere speeltjes die je dus kunt gebruiken natuurlijk om jouw... wietmachines, tuurlijk. Je kunt de wietmachines ook gebruiken, alleen, dat wordt dus aangegeven dat wietmachines namelijk even ietsjes minder effectiever zijn om jouw grond te verwerken. Ja, zeg jij van, ik heb liever de wieden, want ze zijn goedkoper, klopt ook wel. En je kunt natuurlijk altijd nog later weer in de tijd kun je dus overstappen naar deze toer om je onkruid makkelijk te verwerken. En ja, met deze verwerking, die verbruikt dus dan uiteraard een stukje minder. Dus elk stukje, elke machine heeft dus zijn voordeel. En als je het goed gebruikt, dan kun je op een gegeven moment zulke goede gewassen maken. En daardoor, op die manier verwerk je je grond ook steeds beter. En dan heb jij op een gegeven moment zo'n goed veldje, dat je dus zeker zware winst uit jouw velden kan halen. Ja, dat is het eigenlijk, het hele verhaaltje over precisiefarming. Zover ik het weet, ik heb verder ook nog niks weten te ontdekken dat ik iets gemist heb of wat dan ook. Ik hoop dat ik jullie in zoverre heb kunnen informeren hoe precisiefarming, de precisiefarming DLC werkt. Dan wil ik al zeggen, ik hoop dat... Mocht er nog wat gemist zijn, vermeld het gewoon lekker onder in de beschrijving. Mocht er iets niet duidelijk zijn, probeer ik het nog voor jou nog een keer even uit te leggen of wat dan ook. Wil je meer van mij zien, dan zou ik zeggen, abonneer gerust op mijn kanaal. En dan probeer ik zo vaak mogelijk eigenlijk farming voor jullie op mijn kanaal te zetten. En afhankelijk van de tijd en ruimte en hoeveel zin we er natuurlijk hebben. Of wat de laatste keer gebeurd is, dat ik met mijn schouder zit, dat ik dus voorlopig geen farming kon doen. Bij deze ga ik dus afsluiten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Zo ja, dat is weer de vriendelijke vraag voor een like of een dislike. Abonneer gerust op mijn kanaal en dan zul je natuurlijk uiteraard weer geen aflevering meer missen. En dan heb ik gezegd, het heeft natuurlijk met tijd, ruimte en zin te maken. Goed, ik wens jullie zelf natuurlijk heel veel plezier met de Precision Farming DLC. En dan zou ik zeggen tot de volgende keer in de volgende aflevering van Farming Simulator 22 Tutorial Mods.